Veel ruiters kwamen afgelopen weekend met hun paard naar IJsselstein. In het Peeldorp vonden namelijk de samengestelde wedstrijden plaats. Dat is een veelzijdig paardensportevenement. Alle ruiters moeten eerst de dressuur rijden. Dat is meer de controle van het paard testen. Dan een springparcours. En als dat allebei goed gaat, mogen ze in het crossparcours hier door het bos over natuurlijke hindernissen springen. Waar bestaat het deelnemersveld uit? Ja, we hebben eigenlijk een heel breed deelnemersveld. Uit heel Nederland komen ze hier. En ook enkele Duitsers en Belgen. En deze sport is ook niet leeftijdsgebonden, want de jongste deelnemer is 8 jaar en de oudste 75. Dus deze sport kun je tot op hoge leeftijd beoefenen. Hoe lang zijn jullie er ongeveer mee bezig om dit voor te bereiden? Ja, dat is wel behoorlijk veel werk, maar we beginnen als bouwploeg in maart, april al, elke week. En de laatste weken is er bijna elke dag werk aan de winkel. En de hele organisatie is ook al vanaf februari, maart, elke maand vergaderen en dan in commissies nog de puntjes op de i zetten. Dus het is erg veel werk. Maar we doen het graag. We krijgen er veel blije gezichten voor terug. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie ongeveer? En, 200 vrijwilligers en 400 ruiters. Dus relatief veel vrijwilligers voor nodig. En waarom is deze wedstrijd zo belangrijk? Ja, veel mensen een mooie dag te bezorgen. De ruiters genieten ervan. We hebben veel vrijwilligers. Dat is een mooie promotie voor de paardensport. Wat is hier verder te doen op de wedstrijd voor andere geen ruiters? Ja, we hebben extra veel aandacht besteed aan kinderen. Dat die hier een grote zandbak hebben gemaakt, springkussen. En zo voor iedereen wat wilt. Ja. Kijk, en zo hoort dat. Na een mooie rit.